2600 meter is parcours lang. En u ziet hier nummer 1, Nico Kit, een in Nederland gefokt paard van Bergen, wordt gereden door Siem Hartman. Het paard vertrok op 2600 meter, net als de Amerikaanse import van Harry Pools, Speedy Jen. Het paard had een bijzondere goede World Cup gelopen en acht ik toch beslist niet kansloos 25 meter voor het veld. En daarachter dan de in België geïmporteerde Fransman, gereden door de Nederlandse trainer en piqueur Sheng Hendricks. En 25 meter erachter vertrokken dan alle paarden die u hier in beeld ziet, waarvan u nummer 5 ziet, Pershing, Camellia die in de fout gaat voor Frankrijk, en daarachter dan Madison Avenue, Charme Asserdaal, Eliazar, Garde Fontaine, die ook al een fout maakte aan de start, en voor Nederland gestart onder nummer 11, Speedy Folita, die ook bij de start een paar sprongen maakte. Die nummer 1, Nico Kit, die had natuurlijk vertrekkelijk weinig te zoeken in die grote prijs te lage landen, maar het was gewoon voor de eigenaar een testcase, hoe staan het nou met dat paard tegenover het buitenlandse geweld. Wel, de beste kansen die maakte uiteraard de zaak de Fransen, maar toen het weer op ging klaren en er een kleine zon kwam over het duinlicht, toen was de baan ook zo weer droog. En toen raakten de Zweden weer in het voordeel, van hier nummer 5 Pershing wel een bijzondere goede en voordelig parcours kon lopen. Daarachter dan Speedy Jen, Madison Avenue, dan ziet u daar links onder nummer 8 Charme Asserdaal uit Finland, met aan haar binnenkant Eleazar, de Europese kampioen, en die Charme Asserdaal die had vorig jaar gewonnen. Daarachter dan Garde Fontaine, die veel terrein probeert goed te maken. Hier Speedy Folita die naar buiten komt. Maakt een gat open voor Camellia, die stormt daar meteen in. En dan geeft Gerard Vollmans hier voor de tribune vol gas. Hij vraagt enorm veel energie van Speedy Folita. De merrie die beantwoordt die energie door met een geweldige sprint te trachten naar voren te komen. Maar als dan Nico Kit, dat valt dan de vierde bocht invoert, dan heeft diezelfde Speedy Folita eigenlijk geen meter gewonnen en is totaal kansloos geworden in het gevecht. Nog steeds Nico Kit aan de leiding. We gaan de laatste ronde in van deze grote prijs door lage landen. En het paard heeft nu nog 1000 meter te gaan. Iver die verlegt 23.000 keer zijn loop. En die zal het er ook niet verder kunnen bolwerken. Daarachter dan Speedy Jen. Maar Pershing komt nu in de aanval. Eleazar die krijgt het hoofd vrij door iets terugzakken van Madison Avenue met de witte buis. En dan ontspant zich daar de grote gevecht tussen Eleazar en Pershing. Nico Kitty maakt een fout. Iver die geeft de pijp aan Maarten. Pershing neemt het commando over. Even is Iver nog tweede. Speedy Jen die probeert er op topspeed tussendoor te komen. Maar Eleazar die vliegt er overheen. Het paard heeft een zachte baan, heeft niet al te beste benen. En die zachte baan die is in zijn voordeel. Pershing brengt het veld de laatste hoek in aan de leiding. Eleazar op de tweede plaats. En dan komt die Madison Avenue. Die komt vlak voor een Speedy Jen te liggen. Hier ligt hij nog buiten. Hij valt wat naar binnen toe. Hij hindert daarbij Speedy Jen een klein beetje, maar maakt wel een opening voor Charme Asserdaal. En dan de winnaar van 1978, die komt hier met een geweldige sprint naar voren. En als die dan naast Madison Avenue is, dan gaat het paard weer naar buiten toe. En moet Charme Asserdaal dit terugnemen en ook weer naar buiten gaan. Maar als hij dan vrijkomt, probeert hij nog met een sprint erbij de koppaarden te pakken. Maar hij komt erop de kort en wordt royaal geklopt. Van Pershing en Lindstedt, die kijkt hier al om. Die is zeker van het winnen van de grote prijs van de lage landen. Tweede Eleazar. Derde werd Charme Asserdaal, vierde een geweldige rush van Camellia links in het beeld en vijfde Madison Avenue. En een hele mooie grote prijs van de lage landen met een perfecte winnaar Pershing. En dan werd natuurlijk de kans omgangen door de voorzitter van de Stichting Nederlandse Draf en Rensport aan Lindstedt, en dat was de heer Van Binsbergen. En dan werd er natuurlijk ook nog een supertrio gereden op...